Erin, welkom terug. Hoe is het bevallen tot nu toe? Ja, ik ben weer warm opgevangen en ik ben gewoon blij dat ik terug ben en dat Heracles mij die vertrouwen geeft. En zelf heb ik ook de vertrouwen in dat ik hier weer aan de bak kan gaan. Veel veranderd? Ja, heel veel. Tenminste, die mensen zijn er nog, maar mooie stadion, alles is veranderd, dus het ziet er goed uit. Ja, je was een tijdje clubloos, heb ik begrepen. Moest wachten op Heracles, duurde lang? Nee, dat duurde niet zo lang en ik was nog niet clubloos. Ik heb mijn contract ontbonden en daarna gelijk met Heracles getekend, dus het was niet zo lang, nee. Je zit nog niet bij de selectie, vertel. Nee, ik heb misschien 2-3 weken niet getraind en we willen mij gewoon zo snel mogelijk fit krijgen. En ons doel is 3-4 weken en wanneer ik weer fit ben, dan kan ik gewoon weer aan de bak hier. 3-4 weken, moet je er hard aan trekken? Ik moet zeggen, ik ben gewoon fit, alleen misschien conditioneel kan beter. En daar zijn we nu keihard aan het werken om terug te komen. Ja, een paar jaar geleden vertrok je hier met veel hoop natuurlijk. Hoe kijk je terug op je tijd bij Ajax? Ik heb goede momenten daar meegemaakt. En mijn Champions League debuut, kampioen geworden. En na mijn blessure is het eigenlijk niet meer van gekomen. Dat is nu geweest. Ik ga me nu focussen op Heracles. En hoop dat ik snel fit ben dat ik weer belangrijk voor Heracles kan worden. Ja, want dat wil je, hè? Dat is wat je wilt, toch? Ja, dat is de bedoeling, dus komt wel goed.